Het Formule 1-team van McLaren heeft een right of review aangevraagd voor de tijdstraf van Lando Norris in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ja, het is nu aan het team om nieuw bewijs aan te leveren voordat het proces in gang wordt gezet. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op dat abonneerknopje onder deze video, want op die manier ben je elke dag op de hoogte van het allerlaatste Formule 1-nieuws. Vechtend om de derde plaats in de Grand Prix van de Verenigde Staten haalde Lando Norris in de slotfase Max Verstappen in, maar deed hij dit buiten de baan en gaf hij de positie niet terug. Hij kreeg daarom een tijdstraf van 5 seconden, wat ja, natuurlijk de discussie startte en verdeeldheid onder de analisten veroorzaakte. Verstappen remde laat en belandde zelf ook buiten de baan, wat Norris daarin dwong. McLaren accepteerde de straf eerst, maar vroeg vlak voor de Grand Prix van Mexico een herziening aan bij de FIA. Ze willen dat de wedstrijdleiding het incident opnieuw beoordeelt. Voor de herziening moet McLaren bewijs leveren van een significant en nieuw element dat niet eerder beschikbaar was. De McLaren-afgevaardigde zal hiervoor vandaag 22:30 in de avond onze tijd in een videoconferentie met de FIA verschijnen, waarna de FIA beslist of er een tweede hoorzitting komt. Max Verstappen heeft via social media gehint op een speciale aankondiging in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië. Aanstaande maandag om 10 uur in de ochtend komt het nieuws naar buiten, zo leest het op X, ook wel bekend als Twitter. Kijken naar de bijgevoegde foto's, ja, lijkt het te gaan om een speciale kledinglijn in het kader van de Braziliaanse Grand Prix. Op de foto's is het logo van Verstappen en de kleuren van Brazilië duidelijk terug te zien. En ja, wie fan is of veel van die merchandise verzamelt van de Red Bull coureur doet er dus goed aan om maandagochtend social media in de gaten te houden. Ja, maar liefst 5 van de 10 Formule 1 teams zetten vandaag tijdens de eerste vrije training in Mexico een rookie achter het stuur om zo aan de reglementen te voldoen. Wat betekent dat we dit weekend een aantal verrassende gezichten op de baan gaan zien. Voor het team van Mercedes is dat Kimi Antonelli. Oliver Bearman stapt in de Ferrari. Pato O'Ward in de McLaren. Felipe Drugovich bij Aston Martin. En Robert Schwartzman bij Kik Sauber. Ja, het komt eigenlijk wel goed uit dat Drugovich de eerste vrije training voor zijn rekening neemt, want Fernando Alonso voelt zich namelijk niet zo heel erg lekker. Aston Martin liet aan ons gisteren al weten dat Alonso de mediaverplichtingen aan zich voorbij liet gaan en dat ja, de focus ligt om fit te zijn voor de tweede vrije training. Ja, wanneer die vrije trainingen allemaal beginnen, dat gaan we nu met je doornemen. Want vanavond om 8:30 is het tijd voor de eerste oefensessie, met al die rookies dus. En om 12:00 kun je genieten van de tweede oefensessie. Deze duurt een 30 minuten langer in verband met de Pirelli bandentest. Om 7:30, zaterdag, is het tijd voor de derde oefensessie. En om 11:00 kun je genieten van de kwalificatie. Ja, zondag 27 oktober is het om 9:00 in de avond tijd voor de race, de Grand Prix van Mexico. Was hem dan de vrijdagochtend nieuwsvideo. Ik zie je vanmiddag weer. Tot dan! Hoi!